Manga heeft zijn oorsprong in de klassieke Japanse kunst. Hokusai gebruikte de term manga voor het eerst, voor zijn losse schetsen. Aziatische kunst vertelt het verhaal van innerlijke schoonheid. Van oudsher waken angstaanjagende wachters over deze schoonheid en beschermen ze de boeddhistische filosofie. Land, rotsen, bomen, bergen en rivieren zitten vol magische energie. Het is een duistere energie die ons beloert en die ons leven kan binnendringen door eigen falen. Deze komt vrij wanneer de harten van de mensen zijn gevuld met haat en afgunst. En toont zich in de vorm van monsters en spookachtige verschijnselen. Zij zijn de gevreesde yokai die tevoorschijn kruipen bij natuurrampen en menselijk geweld. Het beeldverhaal toont de verwoesting in volle omvang. Uit de sinistere schaduw van de oorlog treedt de held naar voren. Hij is de beschermer van een glorieus verleden. Krijgers herreizen en strijden voor een nieuwe wereld. Machines komen ons te hulp bij het streven naar universele vrede, waar het goede van het kwade wint. Manga-kunst is een uitbundige stijl die een wereld schept die niet meer geheel als de onze aanvoelt. Zijn het op manga geïnspireerde dromen van mensen of op mensen geïnspireerde dromen van manga?